Hoe zijn de benen vandaag, Koen? Ja, ze afwachten. Een paar weken geleden gevallen. Oh, dat is niet zo mooi. Voor de laatste ronde. Is er iemand een lichte afscheiding? Volgens mij zijn er twee man weg. Twee man vooruit. Poeh, ik heb afgezien. Niet normaal, niet normaal. Vooral de laatste drie rondes. Ik sta hier naast Lars Akkermans, de organisator van de grootste koers van de gemeente. Maar misschien is dit toch wel een grotere koers, Lars. De Fokkerslag van Woensdag was een klassieker, maar hier staan toch nog betere renners aan het vertrek. Wat denk jij hiervan? Ja, het is mooi om te zien dat er hier vooral veel lokaal talent aan de start staat. Mensen uit heel de streek, West-Brabant, daar denk ik nog een aantal van net over de grens. Ja, onder de liefhebbers denk ik een van de grotere koersen in de streek. Goed, we staan nu bij Koen van der Klundert, ook een van de favorieten voor vanavond. Koen, oud elite renner, heeft al veel gewonnen in zijn carrière en vanavond bij het Hoensrecht kampioenschap. Hoe zijn de benen vandaag, Koen? Ja, ze afwachten. Een paar weken geleden gevallen. Oh, dat is niet zo mooi. Ja, naast de winnaar van vorig jaar, Ronald. Vandaag weer topfavoriet. Vorig jaar gewonnen en bijgetekend bij de grensreis voor 4 jaar. Wat verwacht je van vandaag? Het gaat een lastige dag worden vandaag. Ik heb slecht geslapen van de week. En vooral een kleine van 10, 11 maanden, dat gaan hier in koude kleren zitten. Ja. Maar ja, je weet nooit, hè. Hoe zijn de benen? Ja, ik hoop goed. Ik heb een half jaar nu niet koersen gereden, dus ik ben benieuwd hoe dat zou gaan. Maar je woont hier toch niet meer eigenlijk? Ja, 3 maanden heb ik hier nog gewoond, maar in april ben ik verhuisd naar Sprundel. Dus eigenlijk doe je niet mee met het kampioenschap? Eigenlijk niet. Oké, okay, nou we gaan het zien. Succes vandaag. Ja, dankjewel. Nee, er staan natuurlijk heel veel verschillende soorten renners aan het vertrek. Wel veel ploeggenoten heb ik gezien, een stuk of 5 tot 8 man denk ik wel. Gaan ze afstoppen of is het gedeelde kansen vandaag? Ja, ik hoop dat ze er na 2 rondes nog bij zitten, dat ze nog wat voor mij kunnen doen. Maar ze zijn denk ik een maatje te klein, maar ze doen het goed, ze doen het goed. Ja, we gaan het zien en veel succes vandaag. Dankjewel. Zeg Max, hoe zijn de benen vandaag? Ja, die kunnen beter. Ik ben vorige keer laatst gevallen, dus dat hakt er wel een beetje in natuurlijk. Dat weet je zelf ook wel, denk ik. Ja, zeker weten. Denk je dat het een mooie koers vandaag gaat worden? In ieder geval een groot deel in mijn veld. Ja, 75 renners hoor ik. Ben benieuwd. Een beetje verstoppen en dan hopen dat we op het einde nog wat kunnen. Dat gaat helemaal goed komen dus. Veel succes. Ja, dankjewel. Ja, we staan vanavond bij Lars van der Beek, grote favoriet voor de 50+, bij het kampioenschap van Woensdrecht. Lars, hoe zijn de benen vandaag? Nou, die voelen wel goed. Het is altijd even afwachten hoe het in de koers gaat. Hè. Vooraf kan ik het altijd moeilijk zeggen. Maar als ik de eerste paar ronden overleef, dan doe ik mee. Maar kom ik in het derde of vierde groepje te zitten, dan is het klaar, vrees ik. Nou, we gaan ervan uit dat het helemaal goed gaat komen. Want het is net als een maand geleden in de Tour de France. Veel support voor de renners en ook vandaag voor Lars van der Beek. Zijn naam staat meerdere malen op de weg gespoten. En Lars, met die motivatie kun je natuurlijk niet achterblijven. Nee, zeker niet. Dus ik vind het hartstikke gaaf. En alle support en alle toeschouwers. Het staat straks helemaal vol hier. Ja, het is toch gewoon gaaf. Helemaal prachtig. Nou Lars, heel veel succes en we gaan je aanmoedigen. Top! Dankjewel. Zo, oei. Maar gelukkig is de rennersvrouw er ook bij en die heeft jou goed verzorgd de afgelopen dagen, nemen wij aan. Ja hoor, dat komt wel goed. We gaan het al zien vandaag. Als het maar een veilige wedstrijd is, dan is het goed. Hè? Nou, dan gaan we het helemaal op vertrouwen. Koen van der Klundert vandaag. We geven hem hoeveel sterren? 3 of 4? 5? Dan geven we hem 5 sterren. Nou, Koen, heel veel succes. Ik heb zelf een helm op, maar je doet niet mee. Je hebt wel de witte jongerentrui aan. Waarom heb je die trui aan? Ja, alle kernen troef. Hè. Ik moest de politieke partij vandaag verdedigen. 2 keer op rij gewonnen, maar helaas dit keer verslagen door partijgenoot. Oei, dat is slecht Lars, maar die reed wel op speed pedelec toch? Die reed op speed pedelec, maar was moeite, kostte moeite om bij te houden. Verliezen is verliezen hè. Nou, we gaan naar de koers kijken en kijken hoe deze koers gaat verlopen. Jeffrey staat trouwens al klaar. Die staat te omroepen en die gaat de wedstrijd verslag geven. Ik ga achter. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, alle renners, veel succes en een sportieve wedstrijd gewenst. Ik spring eventjes in. Ik had tegen Wesley gezegd en tegen Vere, neem nu de beelden op, want ik ben speaker vandaag. Nou, dit is gebeurd, maar helaas is het geluid niet goed opgenomen. Dit is mijn schuld, ik heb het niet goed uitgelegd en hierdoor heeft u niet alle beelden met geluid voorzien. Daardoor heb ik niet heel veel van de koers kunnen filmen, althans hebben ze niet heel veel kunnen filmen. Je ziet Wesley wel vaak in beeld,
dan doet hij natuurlijk zijn best om wat uit te leggen, maar dit geluid is helaas niet opgenomen. Sorry Wesley, maar dit gaan jullie straks wel zien. In ieder geval, ik heb de beste beelden nog wel kunnen pakken en hopelijk is het nog wel een leuke video om uiteindelijk te kijken. Daarnaast zijn niet alle interviews opgenomen met geluid, dus ook fout gegaan. Voor degenen die geïnterviewd zijn en die hier niet op beeld staan, het geluid is helaas niet opgenomen. In ieder geval, we gaan kijken naar de koers en hopen dat de video toch leuk is. Ja, daar zien we de voorrijwagen of de motor alweer aankomen. Ook weer in de peloton wordt er flink gedimineerd. Hier wordt op kop Roy de groep aangereden, een mannetje of 10, vooral de grensrijders en de lange trap is. Kom op mannen, doorrijden! Sanne Jongenelen en Bianca Broosjes. Het is Sanne Jongenelen die de eerste trui wint voor Bianca Broosjes. Zij pakt de eerste bloemen. De bloemen gesponsord vanavond door de co-op in Uibergen. Voor de laatste ronde. Is er weer iemand een lichte afscheiding? Volgens mij zijn er twee man weg. Twee man vooruit. Met daarachter twee man op de wagen. Daar komen ze. Iroy Kossen rijdt het gat dicht naar de volgende. Daar gaan ze. Ik ben benieuwd hoe de koers gaat verlopen en we gaan het zo zien. Ik denk dat ze nou bij de manege zijn en nog ongeveer een kilometer tot de finish. Publiek, iedereen die leunt al voorover over de hek en staat rijden dik hier in Huibergen. Wat willen we nog meer? Een mooie kampioen. Kijk eens aan, was dat de ronde mis of fietsen door? Ik denk dat ze toch een beetje doorfietsen met de rode kaakjes. Komt de voorrijmotor aan zoals jullie op de achtergrond kunnen horen. De voorrijmotor neemt gouden ruimte. Wie gaat er winnen? Ze komen. Wie gaat er winnen? Oh, bij een fotofinish. Met daarachter Max Schoors op positie 5-6. Het is een heel mooie sprint. En de nummer 3 moeten we nog even schuldig blijven. Met een paar renners op lichte achterstand. Misha Baks als derde. En hier de winnaar van de 50 plus. Oh, de winnaar van de 50 plus komt nou over de streep. Mooie overwinning voor deze. Ja, de bolletjes draaien. Normaal gesproken op de reizende weg. Geef ze nog een daverend applaus voor de twee dames die de wedstrijd reden. Arjan Pieters op nummer 2 en Tom Lee op nummer 1. Ja, en voor de wedstrijd, voor de start, gaan we natuurlijk al een kortje in de wacht van de week. Hij gaat niemand minder dan Thomas de Mon. Hij heeft een supersterke koers, heeft zijn plaats ervoor om aan te zien. Heel aangevallen, wachtend op de sprint. Gaf voor een eentje snelheid, de benen gekost en hij loopt niet over vandaag. Groot applaus voor dit podium, dames en heren. Dit was het kampioenschap van de gemeente Woensrecht. Jeffrey, wat een koers vandaag. Ja, het was gewoon prachtig met deze snelheid, met dit lekkere weer. Zoveel toeschouwers. Ja, wat willen we eigenlijk nog meer hier in Huibergen? Ja, het deelnemersveld was ook super groot en natuurlijk goede renners. Thomas, van harte gefeliciteerd met je overwinning. Hoe was de koers? Dankjewel. Het was een taaie koers. Snel gereden, veel aangevallen. Nooit echt goed weggekomen, maar toch wel mooi om ze mee te doen. Dynamische koers. Ja, je won net een sprint voor Roy de Rijk. Roy de Rijk. Ja, een beetje een oud prof, hè? Goede renner geweest, je kent hem allemaal wel. Wesley, wat kan je over Roy de Rijk vertellen? Ja, hij is een goede renner geweest en jullie hebben ook bij Willyport nog in de ploeg meegereden. Dus ik denk dat jullie er goede tijden mee hebben gehad. Als derde Misha Baks, echt een mooi podium. Daar gaat de geschiedenis in, denk ik wel. Ja, het is gewoon een mooie erelijst aan het worden. We zien natuurlijk met dit podium ook weer dat de renners van buiten toch altijd moeten minder doen dan de renners hier uit de regio. Wouwspantage, Wouw, Essen. Goed, de lokale favorieten die maken het ook allemaal waar. Met Lars van der Beek natuurlijk op het podium bij de 50+. Het kon eigenlijk niet mooier vandaag. Nee,
Echt prachtige koers gezien. Mooie strijd gezien. Morgen de koers in Wouw. Ja, weer topfavoriet denk ik. Hoe voelen de benen nog? Ja, ik heb zelf denk ik vandaag wat favoriet gemaakt. Mooi ja. Ik hoop dat morgen de benen even goed zijn als vandaag. Vandaag voelde het goed aan en wie weet morgen weer. Nou, we gaan het zien. Ik bedank Wesley voor het inspreken van de video's. Jeffrey natuurlijk voor het commentaar en Thomas voor de mooie koers. In ieder geval, iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later. Ja.